vandaag ga ik voor jullie eens een keer een make-up tutorial doen. En ik kan jullie alvast waarschuwen, ik ben geen make-up artiest en ik wil het ook niet zijn. En ik pretendeer het ook niet om te zijn, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En gisteren had ik een video gemaakt over de Clinique Concern Kit. En toen kreeg ik best wel veel vragen van welke oogschaduw heb je op en hoe breng je dat aan. Nou, die look, die simpele, het is echt super simpele look, ga ik nu eventjes laten zien hoe ik die gemaakt heb en welke producten ik heb gebruikt. Begin ik nu, want ik heb nu al make-up op, dat zien jullie misschien al wel. En laat ik even zien wat ik op heb. Dit is de Clinique Even Better Foundation, heb ik op. Dan heb ik ook op de concealer van Bobbi Brown. Dit is nog de oude verpakking. Maar hij is bijna op, dus ik heb hem eventjes opgemaakt. Concealer. En wil ik nog even zeggen dat ik voor mijn foundation deze Sigma Brush Flat Top Kabuki heb gebruikt. En voor mijn concealer gebruik ik, even kijken, de Medium Concealer Brush van E-Design. Dat is deze. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb Urban Decay Primer Potion opgedaan. Gewoon hierboven voorzichtig ingeklopt. En ik heb mijn wenkbrauwen eventjes gekamd en een beetje vorm gegeven. Dat heb ik met de Anastasia Kleur Duo en dit kwastje gedaan. Dan heb ik daarna de boel een beetje afgepoederd met Bobbi Brown de Pale Yellow Powder. Dus dat is deze. Dat is echt een transparante, maar met een tikje gele foundation of poeder. En dan heb ik een oogpotlood op. En dat is een van onze favorieten. De Bourjois Smoky, even kijken hoor, heten we. Een vet Smoky pencil. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb het hier aan de binnenkant, zeg maar bij de wimperrand aangebracht. En dat heb ik ook bij mijn andere oog gedaan. En vervolgens hieronder. En waarom heb ik dat nou gedaan? Omdat ik vanochtend al weg ben geweest. En helemaal kaal vind ik dan ook weer zo. Niet zo leuk. Dus vandaar dat klein beetje oogpotlood en mascara. Maar dat ga ik jullie nu zo wel even verder laten zien. Want het oogpotlood, daar ga ik gewoon overheen wat doen. Dus ik ga nu even de rest van de spulletjes pakken. En dan kom ik zo weer terug. Oké, laten we beginnen. Ik heb natuurlijk net het oogpotlood laten zien. Dat heb ik dus hier al op. Daar ga ik vandaan werken. En dat doe ik met de Pure Color Duo. Het eyeshadow duo. En dit is de Black Chrome. En de Black Chrome heeft twee kleuren. En ik ga nu voor deze, die een beetje glanzende anthraciet zou je kunnen zeggen. Let niet op de stofzuiger, want het is de schoonmaakster die aan het werk is. Toch maar even de stofzuiger uitgezet. Niet helemaal trouwens. Het eyeshadow duo en dan gebruik ik dus deze kleur. En dat doe ik met de MAC 214 kwast. Dat is zeg maar een stompe blending brush. Die vind ik wel heel precies kan werken. Nou, wat je dan doet is gewoon een klein beetje opnemen op je kwastje. En dat breng je bij de wimperlijn aan. En vervolgens vaag je het uit naar boven. Nou, en dan kijk je goed naar de vorm van je oog. En dan kan ik wel zeggen, bij mij moet je het zo doen. Omdat het gewoon bij mij het beste past. Maar bij jezelf kun je dat misschien wel heel anders doen. Misschien kun je wat verder naar boven werken. Of juist wat minder ver. Ik ga in ieder geval best wel ver. Je ziet dat ik niet te veel meer op de oogschaduwkwast neem. Ik werk het echt uit. Dat is natuurlijk omdat het best wel een donkere kleur is. En anders wordt het gewoon net even te heftig. En dat hoeft voor mij voor overdag niet. Nou, deze look is trouwens helemaal niet zo. Je hoeft niet zo precies te zijn. Het is ook een beetje een messy look. Een beetje, ja... beetje net of je het er niet over nagedacht hebt. Dat had ik ook eigenlijk helemaal niet. Nou, vervolgens moet je dit even goed vormgeven. Nou, diezelfde kleur met wat nog op het kwastje zit, gebruik ik nu ook even onder mijn oog. Dan kun je hem ook nog wat naar buiten toe uitwerken als je dat zou willen. Maar dat hoeft niet. Nou, nu heb ik die donkere kleur op. Best wel donker. Nou, en zo meteen ga ik hem wat lichter maken. Nou, niet zozeer lichter, maar eigenlijk meer blenden met een wat lichtere kleur. Maar eerst, dat ben ik net eigenlijk vergeten, ga ik even dit op mijn lippen smeren. Dit is de La Mer lippenbalsem. Waarom? Omdat ik zo meteen nude lips ga maken. En die nude lips, die moeten wel op een, zeg maar, de lippen moeten wel goed gevoed zijn. En als je nou begint met een lippenbalsem op te brengen, dan zijn ze dadelijk lekker zacht. En dan kun je dadelijk die nude lips mooi maken. Nou... die basis heb ik er nu op gedaan met dat duo van Estée Lauder. Wat ik nu ga doen is de kleur, dit is mijn MAC palette, dit is Satin Taupe.
De Set & Taupe ga ik gebruiken. En die gebruik ik samen met de 226 kwast. Dat is een blending brush, maar wel een vrij kleine en een stevige. Nou, wat ik dan doe is een klein beetje Set & Taupe op de kwast opnemen. En vervolgens ga ik hem aanbrengen in mijn crease, in mijn arcadeboog. Een trucje is het zo dat je inderdaad een beetje naar achteren leunt en dan probeert te ontspannen. En vervolgens heen en weer bewegen. Probeer dat zonder zeg maar los te laten te doen. En beweeg vooral goed naar boven. Want ja, de crease die zit niet, zoals veel mensen denken, alleen maar hier. Maar juist ook als je het daarboven aanbrengt, is het effect zeg maar, ja, wordt het juist mooi. Want dan creëer je een soort schaduw. Nou, vervolgens kun je naar buiten werken wat je wil en naar binnen werken ook wat je wil. Dat hoef je dus helemaal niet zo, dat hoef je niet zo ver te doen als je daar niet van houdt. Maar ik moet zeggen dat je ook niet te voorzichtig moet zijn, want je moet wel ja, zeg maar die schaduw creëren. En je blijft gewoon net zo lang blenden tot je denkt van nou, dat is wel leuk. Dan moet ik zo meteen ook even een beetje van dichtbij kijken. Nou, hetzelfde doe ik natuurlijk met mijn andere oog. Ik begin weer aan de buitenkant en ga dan vervolgens werken naar binnen. Tegelijkertijd blend ik ook die donkere, die zeg maar een beetje grijzige kleur. En werk ik het ook weer naar boven uit. Nou, Set & Taupe is een hele mooie kleur, want het is echt een hele mooie glanzende kleur. Eigenlijk moet iedereen die gewoon hebben. Die messy look, die hebben we nu wel. Wat je nou even wat preciezer moet doen, is even kijken of dat een beetje mooi aansluit bij de vorm van je ogen. En dat, ja, dat is moeilijk om te zeggen, maar dat moeten we allemaal voor onszelf even doen. Wat ik daarna heb gedaan, en dat is op zich wel heel simpel, is de Naked Lunch. Dat is deze, je ziet dat twee kleuren zijn die ik heel vaak gebruik. Met de 217 kwast. Die heb ik dan zeg maar hierboven tegen het wenkbrauwbod aangebracht en ook een heel klein beetje meer naar binnen. Die kleur kun je dan ook weer ja, goed hier bijvoorbeeld aan de binnenkant aanbrengen als je dat wil. Dat licht je ogen wat op. En dat doe ik dan ook aan de andere kant. Zo wordt het allemaal wat lichter. Nou, eigenlijk is dit de look van gisteren. Als je het nu nog een beetje verder wil blenden, dan kan dat. Dat kan je ook met die 217 kwast heel goed. Nou, wat je daarna doet, is met een wimperkruller je wimpers krullen. Ik heb vanochtend al mascara opgedaan, dus ik doe het niet. Maar het effect is dit. Je brengt het aan op je wimpers en dan duw je hem naar boven. Nu moet ik niet te veel doen, omdat het anders niet goed voor de wimpers is. Maar het haalt je wimpers in ieder geval naar boven. Nou, vervolgens mascara. Dat is natuurlijk allemaal niet zo heel spannend. Dat breng je dan aan. En dan ben je eigenlijk gewoon klaar met deze look. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar met de complete look. Dus ik kom zo even terug voor het gezichtsgedeelte. Zo, ben ik weer terug voor het gezicht. De bronzer die ik gebruik is van Lancôme. Dat is de Star Bronzer Mineral Matte. En die gebruik ik samen met mijn MAC 174 kwast. Dat is een hele grote, hele zachte kwast met een schuine kant. Alleen bij de Pro Stores werd die verkocht en volgens mij is die nu uit het assortiment. Dat is helemaal jammer. Nou, deze bronzer die gebruik ik aan de zijkant van mijn gezicht. En die kun je dus ook goed gebruiken om een beetje te shapen. Overdrijf dat niet trouwens. En doe dat zeker niet met een te donkere kleur. Nou, en weet je wat je met bronzer ook heel goed kan doen? Bijna iedereen heeft een, zeg maar, lichtere nek dan decolleté in gezicht. Dat komt gewoon omdat je bij het zonnen, ja, je nek is gewoon heel vaak in de schaduw van je hoofd, want dat zit er nou eenmaal. Nou, als je dat kleurverschil wil opheffen, dan kun je best geen foundation of iets dergelijks gebruiken. Maar eventueel met een beetje bronzer werk je dat verschil eigenlijk best goed weg. Nou, die bronzer breng je dus aan hier en eventueel bij je voorhoofd. Eigenlijk waar ze zeggen wel eens waar de zon je gezicht raakt. Nou, de blush die ik heb gebruikt gisteren was de Stunner Blush van MAC. En de Stunner Blush is een blush die tijdelijk verkrijgbaar is bij de MAC Me Over collectie. Mooie blush. En die gebruik ik met mijn 109 kwast van MAC. Ik breng wat aan. Niet te zuinig. En vervolgens lach je. En op die plaats breng je de blush aan. Ik had hem gisteren ook best wel een beetje naar boven toe uitgeblend.
weet je wat ik ook wel eens doe? Dus een heel klein beetje warmte hier van die blush weer terug laten komen. Het is volgens mij een heel ouderwets, wil ik bijna zeggen, trucje. Uit de jaren 80 deden we dat namelijk ook allemaal. Nu is het misschien wat minder hip, maar het kan nog wel heel mooi zijn. Dat was hem, de Stunner Blush. En dan had ik gisteren deze lipstick op. En dat is echt ook een hele mooie lipstick. Dat is echt de perfecte nude kleur. Dat is de Peach Talk van MAC. Het is een satin lipstick. Het is een pro lipstick alleen. Maar hij is nu ook te koop in een MAC Me Over. En ik moet zeggen, het is echt een mooie kleur. Want hij is wel nude, maar hij is niet roze. Hij is dus peach met een beetje beige erin. En daardoor is hij voor heel veel huidskleuren heel mooi. Want ik moet niet praten als ik lipstick op doe. Want een roze nude is vooral als je wat warmer van huidskleur bent eigenlijk helemaal niet zo heel erg mooi. Want dan dat is vaak te koel voor je huidskleur. En dan is deze peach heel mooi. Maar deze peach is ook mooi als je een lichter kleur huid hebt. Even kijken. Ik kan dit natuurlijk ook met een lippenkwastje aanbrengen. Daar heb ik geen geduld voor. Gisteren had ik ook nog een lipgloss op. Wacht even. Het is geen echte lipgloss, maar het is een lip jelly en het is de Resort Life. En volgens mij zit hij niet in het vaste assortiment, dus dat is lastig. Maar met iedere beetje glanzend en een beetje gouden lipstift, lipgloss, kun je dat. Ik had niet te veel opgedaan. Want op een gegeven moment had ik het opgedaan, toen heb ik het er nou weer afgehaald. Dus ik had een beetje de kleur. Is van gisteren. Nou ja, vooruit. De Resort Life van MAC was dit. Met Peach Talk. Nou, make-up tutorial. Ik zeg al, geen pro. En ik hoop toch dat jullie het een beetje leuk vonden om te doen. Wees vooral niet te bang om zelf lekker te experimenteren. Of het misschien anders te doen zoals iemand anders. Want iedereen is verschillend. Dus ook jij bent anders. Je hebt een andere gezichtsvorm. Een andere huidskleur. Andere oogvorm. Dus doe het nooit exact na. Maar laat je gewoon inspireren door hetgeen wat je ziet. En dat kun je hierbij ook doen. Je hoeft het dus helemaal niet exact na te maken. Maar die kleuren gecombineerd. Of gewoon inspireren door de producten die ik heb laten zien. Kan natuurlijk ook al hartstikke leuk zijn. Dankjewel voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, laat het weten. Wie weet doe ik er dan nog wel eens een keer een. Misschien weer iets heel anders. En als jullie er niks aan vonden, ja, nou. Dat was het één keer, maar nooit weer. Doeg!